Oké. We hebben de tip van de smile gehad. Hopelijk heb je het ook mee geëxperimenteerd. Ik had ook al aangegeven dat er een brugje zat tussen die smile en wat ik nu over ga babbelen. Dus de tip voor vandaag kun je ook effectief direct vandaag toepassen voor de hele week. En is eigenlijk een methode die ik, ja, zoals altijd wel ergens op internet gevonden heb. Maar die eigenlijk ook ingebakken zit in het geloof. Nu, voor alle duidelijkheid, niet op stop duwen, het gaat hier niet over geloof. Maar er zitten daar wel elementen in die relevant zijn. En dus wat hadden in het christelijk geloof, ik weet niet bij de andere geloven hoe dat zij het doen, maar het gaat zeker ook elementen in zitten. 'S Avonds knielden ze voor hun bed en deden ze nog een dankige gebedje voor wat ze die een dag hadden gekregen van God. Los van God en de dank u. De tool is enorm krachtig. En dat is een tool die ik eigenlijk ook een van mijn dochters heb aangeleerd. Toen dat het elke keer miserie was op school en het was eigenlijk afzien. We weten ondertussen natuurlijk dankzij ons opleidingen rond hoogbehaafdheid, et cetera, wat er allemaal speelde op dat moment. Dus dat was wel een terechte emotie. Maar ik had toen al een tool die ik ook zelf toepaste en die komt eigenlijk daarop neer. Dus als mensen tegen u beginnen babbelen, oh man, ik had wel een rotdag dat ik gehad heb. En je vraagt, ah, oei, wat is er gebeurd? Gemiddeld zeggen ze drie dingen. Oh ja, dat, ja, een collega, dit, ja, dat. Gemiddeld drie dingen. Hetzelfde gebeurt als je vraagt aan mensen, hoe was uw dag? Ah, hoe een dag gehad. Oh, ja. Het gaan ook gemiddeld drie dingen opzommen waarom een dag goed was. En dat is eigenlijk... ja, een optimalisatie in ons brein. Dus moest onze brein alles moeten onthouden en met alles bezig zijn en alle prikkels die de gat had gaan verwerken en opslagen, dan zou we ontploffen. Er is gewoon te veel prikkels, te veel informatie, te veel dingen die gebeuren. Dus een brein gaat een beetje generaliseren en wat in schuifjes steken. En er leidt het meestal tot een aantal elementen op de dag die mogelijk in het lange termijn geheugen moeten opgeslagen worden. Dan gaat in uw slaap dan wel beslist worden wat er blijft plakken of niet. Maar die heeft die grote volumes niet. Dat maakt dus ook, als je weet dat je brein zo werkt, dat je dat in je voordeel kunt gebruiken. En dus dat dankugebedje dat ze vroeger deden, dat kun je eigenlijk nog altijd doen. Dat hoeft geen gebedje te zijn. Dus als je 's avonds reflecteert over een dag en je zit continu te knabbelen op wat er allemaal misgelopen is en met een baas dit en met een collega dat en de trein had vertraging, wat eigenlijk standaard is. Dus je hebt al één negatief ding die je bijna elke dag aan je been gaat hebben toch ergens. Of te traag of het wc werkte niet of allez, het was wat te koud of het was niet die ruit open deed. Maar dat is met die COVID nogal ook regelmatig iedereen die de ruit open zet voor de veiligheid. Waardoor iedereen ziek wordt van de kou. Allee, oh man, je kunt over veel zitten knabbelen s'avonds. En je slaapt dan ook nog slecht natuurlijk, want dat blijft dan nog wat malen in je hoofd, hè, waardoor dat je ook nog een keer slecht gaat slapen. Als je s'avonds je eigen begint te trainen, om s'avonds drie goede dingen op te sommen van een dag en daar een keer bewust bij stil te staan, je moet dat leren. Dat is niet zo gemakkelijk in het begin, hè, want waarom kijkt de mens van nature naar de negatieve dingen? Dat is eigenlijk biologisch... hebben we heel lang moeten focussen op de gevaren, omdat ja, dat was leven of dood. Die situatie leven of dood komt zich ja, veel minder voor nu, maar dat brein blijft wel getraind om te gaan focussen op de risico's, op de gevaren. Dus je moet je brein trainen om dan eigenlijk te gaan beginnen focussen op de positieve dingen van je dag. En dan bijvoorbeeld die een tip, de smile in de s'morgens in de spiegel. Als je je eigen die gewoonte gekweekt hebt, heb je eigenlijk al één positief ding. Dus als je dan een dag hebt dat wat moeilijker is, kun je zeker een smile al gebruiken van 's morgens. Die heb je zelf in de hand, dus dat is echt een keuze die je 's morgens kunt maken, die weinig moeite kost en ook na een tijd gaat zien dat het echt wel een positief effect heeft. En je gaat beginnen ontdekken dat als je 's avonds traint om drie goede dingen van de dag op te sommen, dat je na een tijd ook gedurende de dag alerter bent voor goede dingen die je overkomen. Dus je gaat... Als je nu pak bijvoorbeeld gemiddeld, dus ja, die smile smores denk ik al niet meer aan, want er zijn nog genoeg andere positieve dingen. Maar bijvoorbeeld in het najaar, het voorjaar hebben dat ook, hebben zo de ochtenden, dan is dat zo al de friste, maar toch nog soms niet kou is. En de doom, dan heb je zo, op het moment dat je de trein aan het rijden bent, als de zon aan het opkomen is, dus je kunt dat echt volledig meemaken. En de dauw op de velden, je hebt heel veel wat je al van kunt genieten smores.
Ik geniet er ook van dat ik 's morgens dan een nieuwe cursus kan zitten volgen of iets uit een boek kan leren. Ja, want al die dingen die ik hier deel, komt je niet uit de lucht gevallen. Dat is, iedereen kan investeren in die kennis, dus ik geniet er dan van. Een nieuwe tip. Ik ben nu een nieuw boek aan het lezen, ga ik zeker ook nog dingen over delen. Ik heb hem nu mee, maar ik ga er nog niet voor pappelen. Elementaire gewoontes, dus eigenlijk, hoe kun je nieuwe gewoontes gaan aanleren? En wilskracht is niet uw antwoord, want je kunt het maar zoveel dagen volhouden op wilskracht. Als je moe bent, als je wat minder bent, ja, dan lukt die wilskracht niet en dan gaat het terug naar je gewoonte springen. Kom nog, niet voor vandaag. Het is al een opwarmer voor later. Maar dus die gewoonte kweken van echt s'avonds dankbaar te zijn en een keer te reflecteren van oh, man, het was toch wel weer een mooie dag, want drie dingen. 1. Je knabbelt minder s'avonds in je bed. Je zit minder te dobben, dus je gaat sneller in slaap vallen. 2. Voordeel is, je gaat geleidelijk aan alerter worden van positieve dingen die je in een dag hebt. Je gaat gelukkiger worden, je gaat meer energie hebben, waardoor je ook meer dingen gaat meemaken die je gelukkig gaan maken. Want je gaat ook trainen in situaties die moeilijker zijn. Tegenslagen ga je ook kunnen uitpuren dat je 1. dat slecht gevoel kunt appreciëren voor wat het is, want dat is elke tegenslag is een zaadje, is een kans voor verandering, is een kans om iets te leren. Je gaat niet iets leren met alles wat perfect gaat, je gaat veel meer leren met iets dat misgelopen is, waar je kunt gaan over reflecteren. Je kunt zelf positief dankbaar zijn voor die tegenslag, omdat dat je daar een kans geeft. Je moet ook negatieve emoties bestaan eigenlijk niet. Elke emotie is een biologisch proces en moet appreciëren dat het zich voordoet en moet het dan in perspectief gaan brengen. Dus dat maakt eigenlijk dat je dan meer en meer je eigen gaat trainen, je brein gaat trainen voor alert te zijn, voor alles waar we eigenlijk dankbaar voor kunnen zijn. Net zoals we vroeger, ja, een lekkere koffie, vroeger ging dat al niet echt veel doen, maar ik kan daarvan genieten, maar ik geniet nu een paar keer hier. Dus ik heb hier eerst mijn lekkere easy koffie. Take it easy, zeg ik al grappig thuis. Van een van de dochters komt hier heel regelmatig. Tweede, geniet ik van kennis delen. Ik heb ooit een kerntalentanalyse gedaan. Dus kennis delen, dat is een energiegever voor mij. Dus ik vind het super dat ik jullie dit kan geven. Dat ik dus mijn ervaring kan delen. Ik geniet van de muziek hier, van de setting, van de zon. Want ja, het is gewoon weer vandaag. Dus eigenlijk super veel dat je kunt van genieten. Ja, ik kom aan absoluut veel meer dan drie dingen op het eind van de dag. Maar dat maakt natuurlijk je goed gevoel nog beter. En je moet er maar 3 kunnen opzommen s'avonds. Maar dat wil niet zeggen dat je van al de rest ook al niet hebt kunnen genieten. Dus ik zou zeggen, bij leven en welzijn, deze week, vanaf nu, vanaf vandaag, kijk een keer naar de goede dingen van de dag. Train je eigen s'avonds om te proberen die te herinneren. En je gaat zien in de loop van de week, ga je meer en meer ontdekken dat er eigenlijk wel heel veel kleine leuke dingen gebeuren in de dag. Want de leuke dingen, dat zijn niet de grootste dingen, de loto in en al die toestanden, dat heb je vrij rap weg. De leuke dingen zitten in de dag, dagelijks kun je genieten van de kruimeltjes van positieve dingen of de kleine weerstanden waar je iets kunt leren en nog de dag zelf tot een oplossing kunt komen. Dus ik zou zeggen, heel benieuwd of het deze week goed lukt en weet dat de smile sowieso al de eerste stap kan zijn. Allee, take it easy, hè. Bye.